Ik sta in Nieuw- en Sint-Joostland bij de loods waar Cora Dellebeke al haar instrumenten gaat uitladen om te kunnen repeteren voor het Zeeuws Orkest waar zij het slagwerkconcert gaat geven van Darius Milhaud. Het zijn zoveel instrumenten dat ze die niet thuis kan hebben om te gaan repeteren. Dus heeft ze een tent gebouwd in de loods hier om rustig tot aan de tijd, namelijk 14, 15 en 17 november, te kunnen repeteren. Hier zie je hoe alles uit de auto wordt gehaald. De grote trom en andere trommels en slagwerk. Het is niet te geloven hoeveel hier nu is. Nou, ik ga in november mag ik solo gaan spelen bij ons Zeeuws Orkest. En we zijn vanmiddag net om het instrumentarium geweest naar de firma Adams in Limburg. En we zijn aan het uitladen, zodat ik vanaf morgen kan gaan beginnen met het studeren van het stuk. Zoals je ziet is de tamtam opgehangen. En Cora is bezig om alle instrumenten goed neer te zetten, zodat ze straks kan gaan studeren en oefenen daarop. Het is, ik denk, een heel erg kleine ruimte voor dat enorme instrumentarium. Maar zij zal het zeker weten. En als we de volgende keer komen, kunnen we vast zien hoe ze dat allemaal doen. Componisten die geen slagwerker zijn, die verzinnen altijd soms de meest onmogelijke dingen. Dus ben je als slagwerker ook genoodzaakt om allerlei oplossingen te vinden om bijvoorbeeld dus en een bassdrum te laten klinken en je hi-hat te laten klinken, terwijl je maar je kan maar één voet gebruiken, omdat je als je allebei gebruikt dan val je achterover. Dus ik heb gelukkig een hele handige man en die heeft een leuke constructie gemaakt dat ik beide pedalen gelijk kan bedienen. Dat is wel geweldig. Ja, zoiets heb je natuurlijk nodig. Ja. Er moet wel altijd ondersteuning zijn. En Piet heeft ook geholpen, hè, met het hele uithalen. Ja, toch? Piet is... Ja, even... Ja. Heel erg goed. Ja. Gelukkig, Cora, dat je zoveel hulp hebt. Ja, dat is altijd fijn, hè? Want ik wou zeggen, dit zijn de instrumenten waar je zo mee moet sjouwen. Dat kan je ook helemaal niet. Hier zie je de muziek die Cora gebruikt voor het concert. En de volgende keer zullen we haar aan het werk zien, oefenend in de tent waarin ze nu haar instrumentarium heeft opgebouwd. Tot de volgende keer.